En jij, hele goedemorgen, welkom bij deze... Help. Zaterdag! Dankjewel! Ik dacht echt, is het nou vrijdag of zaterdag? Maar het voelt als... Ja, het is zaterdag. Ik heb een kersttrui aan die we bij de kringloop hadden gekocht. Jeff heeft zijn nieuwe kersttrui aan die hij gisteren gekregen heeft als kerstcadeautje. Hij had er zelf om gevraagd. Het is cute though, met de bobbels hoor. En Fee krijgt zo deze en... Ze zijn all green. Ja! Yeah. Ben je ook klaar met je kerst reindeer, schat? Pumpkin. Ja. En er valt een belletje. Oh ja, ik heb ook belletjes. Ik leuk. Goed, vooral. Ik ga de vaatwasser uitruimen en dan gaan we zo met z'n allen ontbijten. En dan moeten we Fee straks maar het truitje aandoen. En dan nog even Christmas morning foto's maken. Arleke. Het is een feit. Fee heeft een groene truitje aan. Maar we gaan eerst ontbijten. En we hebben een foto. Family foto. Nou, ik heb helemaal een regie. Kijk eens. Niet aan de handjes likken. Oh. Kijk, dat is schattig. Ja, maar hallo. Wat boeit het nou als ze tegenover elkaar? Lekker ontbijttafeltje. Om, nom, 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 nom. Nou, de pietertjes zitten zich lekker te vermaken. En ik ga leftovers eten. Het is nothing loaded to eat. Ik ga het even eten, denk ik. Saus maak ik op met sla. Wat een rust. Met sla en vleesjes van gisteren. Vegan vleesjes uiteraard. Met saus en sla en een broodje van ontbijt. Oh my god, kijk hoe stom je bent. Ja, wat is het? Hij heeft in een mandje gezet. Ik denk toch dat het wel op moet. Echt stom. Dat gaat helemaal de bergen in. Wat vind je ervan, Fee? Wat vind je ervan? Oh, we gaan bijna naar beneden. Hoi, gaan we. Even langzaam. Zo. Ze kijkt naar het vuur. Oh, oh my god. En dan gaan we terug. Oh. En nu? Zo schattig. En nu? Gaan ze even terug. Zo stom. Jeff had dit ooit gezien. En volgens mij, sinds hij dat filmpje zag van een vader die dit met zijn kind deed, wilde hij dit ook. Als hij later een kind zou krijgen. En nu doet hij het. Het is al donker nu. Een donker filmpje. Zo schattig. Huh? Heel leuk. Tot zover geen beeldscherm, hè? Voordat ze een jaar oud is. Ja. Yeah. Yeah. Voor dit soort dingen. Ja, voor dit soort dingen mag het. Ja, de gekke apen. Nou, inmiddels zijn we alweer een tijdje verder. Ik heb de hele tijd op mijn telefoon gezocht naar, op Vinted, naar allemaal kleding voor Fee. Want ik had nieuwe kleding voor Fee in de koffer gedaan. En ik zie dat we echt geen ruk hebben. Alleen maar zomerse kleding. Terwijl het gewoon best wel koud gaat worden de komende tijd. Fee heeft een appeltje en een worteltje. Hij lijkt zwart, maar het is een paarse wortel. Aardappel bedoel ik. Jezus. Zeg ik appel? Ik bedoel aardappel. Gelukkig werd ik verbeterd. Dat scheelt me weer wat reacties. Maar het ook niet uit. En we eten. Nee, die eet ik niet. Aardappels. Zo hard praten, jongen. Jezus. Ik zal niet zo hard praten. Jeff eet een lekker kipje, hè? En ik eet. Hoe is het, tofu? Nee. En we hebben nog een wortels. Yo, we hebben All You Need Is Love kerstspecial gekeken. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb zowaar niet gehuild tijdens de kerstspecial. En dat is raar, want meestal huil ik altijd bij All You Need Is Love. Maar ik zat ook deels op mijn telefoon Vinted outfits voor Vee te scoren. Want ik had hier maat 80 tevoorschijn gehaald, want 74 uit sommige dingen groeit Vee al. Dus ja, ik kwam erachter dat we eigenlijk vooral zomers... Hé, hey, dat is mijn licht. Oh. Wat denk jij? Jeff geeft toch top hier op de achtergrond. Maar ik kwam erachter dat Vee groeit dus bijna uit 74. En we hadden hier wel wat dingen van 80 liggen. Maar die hebben we toen allemaal cadeau gehad. En
ja, ik denk dat die mensen niet vooruit hebben gerekend ook. Maar we hebben heel veel zomeroutfits. En de komende 3 maanden gaat het waarschijnlijk niet heel erg warm zijn. Dus is dat niet de juiste kleding. En we hebben ook heel weinig. Dus we hebben heel weinig broekjes en rompertjes en dingen. Dankjewel, Jeff. Dat duurde best lang om weer aan te krijgen. Ja, ik was even aan het struggelen met de outfit. Hij bedoelt het zo goed ook. Maar anyway, ik had dus zoiets van, we hebben niet echt genoeg van maat 80 dingetjes. En toen dacht ik, ja, laten we dat maar meteen doorpakken en ook maat 86 bij elkaar sprokkelen. Dus ik heb een flinke zoektocht op Vinted gedaan naar mensen die dan meerdere leuke dingen verkopen. Dat is echt nog eens. Want ik wil dan niet 1 ding verkopen, want je moet ook voor centkosten betalen. Dus dan wil ik wel dat een verkoper op Vinted meerdere leuke dingetjes heeft. En dan ook mijn stijl. En niet dat het allemaal lelijke dingen zijn en er maar 1 mooi ding zit. Nou, dat was best wel een uitdaging. Dus ik ben daar echt wel een uur, 2 uur mee bezig geweest. En Jeff die wil er dan ook nog wat over te zeggen hebben. Dus Jeff heeft ook alles goedgekeurd. En ja, die betaalt ook mee, dus terecht. En dus we hebben ook allemaal outfits voor Vee bij elkaar verzameld. En gekocht. Dus dat is fijn. Dus nou, ik vind het toch wel fijn dat Vee ook weer een leuke garderobe krijgt. Ik kan het anders misschien morgen wel even laten zien. Maar ik dacht, ik sluit hem nu bij deze even af. Want ik ben moe. En en mijn kersttrui. Zeg wel gerust. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei. En jullie, goedemorgen. Welkom bij familie Lopie. En er zit nog meer familie aan tafel, maar die ga ik niet filmen. Anders krijg ik een probleem. Veetje zit weer aan haar chippies. Dat vind jij leuk dat Omi dat gedaan heeft, hè? Je mooie kersttruitje. Oh, echt een goed ontbijt. Dat zou papa ook zo eten. Het is wel zo, het is grappig omdat het waar is. Nee. Wij eten croissantjes. Eentje zit al achter mijn kiezen. En we hebben een heel lekker sapje. Geperst door mijn eigen moeder. En thee. Wat wil je nog meer? Nu meid heeft zich aangekleed. Ik heb exact hetzelfde aan als kerstavond. Maar. Heeft weer niks anders. Nou ja, ik heb wel, andere dingen. Pakken zo. Pakken zo. Maar ik vond het niet bij V-matchen. En nu heb ik lipstift die wel bij V-matched. En. Ik had eigenlijk ook geen zin om een pak aan te doen. Dus ja. En nu eet ik een chocoladegezondje. En we hebben net alle spullen in de auto gedropt. En dan kunnen we gaan. Maar Vee slaapt nog. Ter wachten nu even op. Hola, we waren uiteindelijk nog een uur te laat bij Jeff's ouders. Oeps. Ik had gereden. En we waren daar en we hebben sushi gegeten. En ander lekker eten wat morgen wel weer laat zien als lunch. Ik film eigenlijk nooit echt bij Jeff's ouders. Maar is hier echt overal lippenstift, maar en Vee was in de auto keurig in slaap gevallen, maar die is nu echt terror aan het schoppen. Ik weet niet of het hoort. Maar Jeff die is nu mee bezig. En ik ga alleen pitten, want ik ben helemaal kapot. Ik ging net wel naast Vee liggen om weer in slaap te krijgen. Natuurlijk zelf al bijna in slaap. Toen dacht ik, ja, dit hou ik niet lang meer vol. Terwijl het echt volgens mij nog geen 10 uur is, maar ja. Yeah. Anyway, ik hoop dat je een fijne kerst hebt gehad. Mijn kerst was in ieder geval geslaagd. Dus mocht je trouwens afvragen waarom ik niet bij mijn vader ben geweest, daar ga ik in januari heen. Maar hij had het druk en mijn broertje had het druk, dus ik dacht, nou, oké. Dus dat. En morgen moet je even weer werken. Begint het echte leven weer. En dan ga ik weer solliciteren. En tot nu toe van mijn sollicitaties niets van terecht gekomen zover. Dus ja, ook dat gaat weer door. In ieder geval bedankt voor het kijken naar vandaag. En ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ik denk dat het vandaag echt heel erg beknopt is. Dus ik denk dat vandaag of aan de vorige vlog of aan de volgende vlog gekoppeld wordt. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar vandaag. En tot de volgende keer. En ja, hele goedemorgen. Welkom bij deze maandag. Ik stond me toch een partijtje dood op. Echt, ik was helemaal kapot. Dus Vee was in bed een beetje aan het rondklimmen. Dus ik was blij dat ze daar moe van werd. En deze met een plastic zak aan het spelen trouwens. Maar ik was blij dat ze daar moe van werd. Want daardoor kon ik nog even slapen met jou. Ja. Yeah. En nu is het 11 uur geweest. En nu ben ik een stuk makkerder. Gelukkig. Ja.
En moeten we doekjes voor haar doen. Die zijn leeg. En ja. Alles opruimen. Het is echt een tyfuszooi. Ik zal het zo wel even laten zien, maar ik weet niet eens of je het wil zien. Nee. Nou, vislaat. Dus ik ga maar even mijn tijd gebruiken om de voorraadkast, waar ik me al wekenlang aan irriteer, om gewoon misschien te veranderen. Want ik zit elke keer te kijken van ja, wat wil ik er nou eigenlijk mee? En ik merk dat ik me vooral irriteer aan dit gedeelte. Want het ziet er heel rommelig uit. Die onderste gedeeltes vond ik er netter uitzien, omdat het gewoon vooral glazen potten zijn. Dus ik denk dat ik die glazen potten gewoon hier neer ga zetten. Want dat ziet er voor het oog beter uit. En dan deze shit gewoon lager ga zetten. En anders neer ga zetten. En dan kijken of dat er beter uitziet. Wordt vervolgd. Veetje is weer wakker en heeft een banaantje en een chippy. Het verschil is inmiddels niet meer te zien. Maar dat. Ik ga crackers nemen met Friday American. In verband met de restjes maar weer een keer opmaken. En ik heb de voorraadkast enigszins verbouwd. Ik weet niet of ik er helemaal tevreden over ben. Ik wil hem alsnog wel wat leger. Wow, dat was echt een heftige R. Wat leger wil ik hem graag hebben. Maar hij is nu zo. En dan wil ik hier eigenlijk wat gewoon op moet. Of wat deze week op moet, zeg maar. Crackers heb ik nu bovenin gezet, zodat de crackers dan eerder opgaan. Ik heb nu hier die glazen dingen. Omdat, ja, dat ziet het er gewoon net iets chiller uit. Want dit is wel een van de meest planken, zeg maar, waar je tegenaan kijkt. Hier voorraad, hier voorraad. Het ziet er in mijn ogen al wel iets beter uit. Ik vind het er wel echt extreem vol uitzien, dat wel. Dus bijvoorbeeld die granola wil ik dat je even opmaakt. Daarachter staat ook granola die op moet. Dus ik wil alsnog dat die wat leger komt. Ook die chocomel die staat er niet standaard in. Dus die moet ik ook opmaken. Maar ik zie wel verbetering. Let me know what you think. En als je nog tips hebt of zo, die zijn altijd welkom. Ik zit ook te denken om misschien een keer een ander mandje voor de kruiden te doen. Ik ben hem eigenlijk wel een beetje zat. Het is ook gewoon een kartonnen doosje. Misschien dat ik daar nog iets mooiers voor kan verzinnen. Al vind ik hem op zich niet... Ah! Jij lekker popkind. Al vind ik hem niet slecht hierin staan. Maar ik weet niet. Ik zou nog wel een keertje wat anders willen. En misschien daarop ook. Hier zitten trouwens uien en knoflook in. En hier zitten plastic zakken en dingen in en zo. En de spatels. Ja. I don't know. Tips mogen altijd. Ik weet niet of we die nog gaan eten. Die zijn over datum wat je hebt meegenomen. Maar ja, ik weet niet. Ze zijn wel gesealed. Dus op zich denk ik wel dat ze lang houdbaar zijn. Dus moet ze dan deze week, moeten ze maar even eten. Anyway, ik ga lunchen. Het vee is inmiddels al bijna klaar anders. Nou, poppenkindje had super goed geslapen. 3 slaapjes, dus ik heb ze maar een vlog kunnen editen. 2 zelfs. Eentje heb ik er meteen opgezet. En de ander komt morgen online. Het is alweer een week geleden als je dit ziet, maar gaat met het idee. Misschien wel langer dan een week als ik weer achterloop. Maar ik hoop dat ik tegen deze tijd weer een beetje bijgewerkt heb. Jeff is thuis. En Veetje heb ik een tijdje in de stoel met de speeltjes die ze voor kerst hebben gekregen. Een avocado in een mesje. Het is eigenlijk voor 2 jaar oud geloof ik of zo. Maar ze kan er nu ook al mee spelen. Ze kan alleen, ze begrijpt nog niet dat je met het mesje natuurlijk dat open moet maken. Maar dat snap ik ook. Dat snap ik wel, popkind. Je hebt weer dingen mee van de toko. Van de Odin. En ik ga dingen vreten van mijn schoonmama. Die ga ik even opwarmen. Ik flikker bijna over mijn eigen schoenen. Misschien moet ik die ook even opruimen. Ja, dat. Oh, yeah. Een vee die krijgt trouwens zoete aardappel en broccoli. En Jeff heeft dit meegenomen. Is familie van de zuurzak of zo? Zuurzak. Ja. Ik ken het niet. Zuurzak. Ik ben benieuwd. Is fruit, toch? Ja. Oh my god, het is dat we het net met 2 handen moesten doen, waardoor ik niet de eerste keer kon filmen. Maar dit is zo schattig. Oh, volgens mij zit het net een beetje zat. Maar voor het eerst de tandjes poetsen. Ze vindt het echt een mooie. Ze vindt het echt wel leuk. Ja. Yeah. En ze zit er een beetje op te sabbelen. En dan gaan we gewoon heen en weer. Ja. En ze vinden het best wel prima. De eerste reactie was wel een beetje blij op de smaak. Als het volgens mij aardbeien smaak aan die kids dan bestaan.
ga je opeten. Ah. Ja. Nou, volgens mij is het wel klaar. Klaar mee? Echt zo schattig. Ik heb al 2 minuutjes gedaan, hè. Misschien nog even wat water dan aan haar geven. Dan kan ze nog een beetje spoelen. Zou je deze kunnen overnemen? Ja, ik word weer aan het werk gezet. Ja, ik heb zowel de vlog van Monica Geuze als die van Elise Boers gekeken. Dus je kan wel raden hoe laat het is. Laat. En ik ben nu op een punt dat ik slaapdronken ben. Dus geen alcohol. It's just me. En ik wilde jullie even laten zien wat ik gemaakt heb. Een uitenborst. Ik ben altijd met Jeff aan het lachen en aan het dansen. Ik heb zijn trui al de hele dag aan trouwens. Mocht je denken, meid, deze trui staat jou echt niet. Dat klopt, hij is ook niet van mij, dat scheelt weer. Jeff zei dat hij leuk stond bij mij, maar... Nee. Ik kan beter rood aan. Dat matcht. Sorry voor iedereen die nu mijn buis gezien heeft. Ik kan er ook niks anders mee. Oh, ik ben zo rare buik. Ik moet naar plassen. Dan zat Jeff erop. Dat begin ik een dansje doen met knikkende knieën. En zei ik, Atu, mag ik plassen, Atu? Toen voel ik wel heel lief dat je die opstaat voor me en ze mogen plassen. Relationship goals. Ja, als ik dit nu zo hoor, zou ik echt jaloers zijn op mijn relatie. Het gaat niet veel zinnigs meer uitkomen, denk ik. Nee, even knikken. Zeg maar wat is. Thanks for your support. Nee. Ja. Jij ook fijne kerst, hè? Of was dat vorig weekend? Een paar dagen geleden. Ik heb zo'n raar gevoel over de dagen tussen kerst en oud en nieuw. Ik snap het niet. Ik vind eigenlijk dat gewoon dat ze aan elkaar moeten plakken. Ik weet niet zo goed wat ik met deze dagen aan moet met mezelf. Dan krijg je dit. En ik weet niet wat ik aan wil doen met oud en nieuw. Kleding. Waarom wil je dat ik kleding aan doe? Vind je me dik? Vind je me lelijk? Nee. Vind je mijn lichaam niet meer mooi sinds de bevalling? Nee, ook niet. Volgens mij. Waarom wil je dan dat ik kleding aan doe? Nog eens misschien wel. Nee. Nee, nee, dit is gewoon een excuus. Als je echt mijn partner dan bent, naakt. Dan wil je liever dat ik helemaal geen kleding aan heb. Dan gaan we gewoon lekker naakt. Ja, maar dan kan niemand gaan naar mijn moeder. Dat is raar, is raar dat je dat wil. Dat is echt raar. Vind ik nou typisch weer zo'n raar idee van Jeff dat hij nou naakt naar de schoonfamilie wil. Ook. Oh ja, en als jij nou een keertje klaar bent plassen, dan kan ik mijn kalenderplek laten zien. Dat is tegen 3 kijkers en zo. Oh, ben je niet plassen omdat ik aan het vloggen ben? Ja. Is toch heel natuurlijk? Is toch heel natuurlijk? Ja, echt. Deze man. Ik kan de kabel aanzetten voor je. Dan hoor je niet wat. Plassen, dan worden we gedemonetized met als muziek in de oren klinkt. Wat? Niet zo hard lachen, feestlaag. Ja, dus wanneer ben jij niet meer de verantwoordelijke vader? Wat ik ook kan doen is gewoon de kraan aan en dan ga jij plassen en dan hoor je zeg maar niet waterverspilling. Of jij nou aan het plassen bent of de kraan. Ja, maar jij bent toch niet geweest. Dus een beetje water meer of minder. Hè? Jij gooit zoveel weg in het leven. Een beetje water kan er ook wel bij. Wat is dit? Jeff doet dit naar mij. Stink ik? Ja, ook. Ik bedoel, kappen met de vlog. Dat bepaal ik zelf wel. En dat bepaal jij ook. Je kan nu wegklikken. Maar je kan ook nog blijven. Blijf hier. Als je er toch bent, druk meteen op abonneren. Nou, zit je nou gewoon te praten? Druk meteen op abonneren. Vergeet geen duimpje. En je kan ook een reactie achterlaten. Dat kan. Sinds dit jaar.
geheel coronaproof. En dan kunnen we gewoon met elkaar communiceren. Hoef je niet aan de afstand te denken. Hoef je niet aan een mondkap te denken. Hoef je niet te denken aan gesloten winkels. Reageren kan gewoon. Maar je hoeft niet te reageren als je reageert shy bent. Ja, ze is het nog steeds aan het doen. Ze is nog steeds aan het vloggen. Wat vind je van mijn vlogs dit jaar? Heel leuk. Wat vond jij van mijn vlogs dit jaar? Dat is wel een leuke reactie. Wel een leuke reactie. Misschien krijg ik allemaal reacties van ja, van haar geen shaka. Ik hoopte steeds maar als cliffhanger dat je een huis zou vinden. Maar nee. Ik hoopte steeds als cliffhanger dat je een baan zou vinden. Maar nee. Ik hoopte dat je... leuke content zou maken. Maar nee. Ik hoopte dat je inspirerende vrouw zou zijn. Maar nee. Ik heb wel dingen bereikt in mijn leven dit jaar. Ik ben moeder geworden. Daar ben ik heel blij mee. En... we hebben een auto en rijbewijs sinds dit jaar. Eerlijk, dat vind ik best wel goed aan dit jaar. Ja, sowieso een jaartje dat Vee geboren wordt, geboren is. Sowieso het beste jaar. En het jaar dat ik jou op ontmoet. Op de Valkuip 2013 kregen wij een rela. Rela. Zie! Relatie. Het gaat echt weer helemaal nergens zijn. Ik raad ook echt. Oh, als je nu aan het kijken bent. Ik weet niet of ik respect moet hebben of moet zeggen. Oh, je gaat slapen. Misschien kijkt iemand het wel in de ochtend. Ik kan ook. Dit is als ik laatdonker ben. Dan komt er echt alleen maar onzin uit. Maar misschien merk je wel geen verschil met normaal. Wil jij het voor me afsluiten? Ik kan niet. Ik moet nog mijn tanden poetsen. Oh, we hebben vandaag vedertanden gepoetst. Maar heb ik gefilmd. Ik heb hem gefilmd, ja. Zeg maar, welterusten. Zeg jij het tot de volgende keer. Ik durf niet. Tot de volgende keer. Wil jij mijn tanden poetsen? Tot de volgende keer. Wil jij mijn tanden poetsen? Doei. Wil jij mijn tanden poetsen? Wil jij mijn tanden poetsen? Wil jij mijn... Oké, niet. Hij wil het niet voor me doen. Hoe vind je het wel leuk?